Die waren allemaal bij hem. Maar ze hebben gewoon een sproei met het mooie weer. Een prachtig barbecuehoek op de markt gebracht. Ik zou zeggen, na vandaag weet je dat je moet kijken in welke hoek om behoorlijk voor de dag te komen als je wil barbecue. Hij is een collega van al die mensen die hier op de zolder zitten. Ik geef het woord en een applaus voor Julius Jaspers. Dames en heren, dank u wel. Welkom in het warme bad wat Haarlem heeft. Ik ben hier ongelooflijk ontvangen. Ik ga ze niet allemaal bespreken met u. Maar ik moest er weer in komen. Ik heb bij NL gegeten. Ik moet er naartoe. De Joodse bier. Trilogie van bier met hapjes. Stel. Het is hier fantastisch. Ondertussen ben ik even in de kooi geweest hier achter. En is mij op het hart gedrukt mijn van tevoren ingestuurde speech van 30 minuten niet uit te spreken. Dat zijn we geen zin om te doen, dolgraag weer aan het werk. En ik denk dat we daar zo snel mogelijk mee moeten gaan beginnen. Dus ik heb hier de sleutel. Ik geef twee handen aan. Ik geef Annie de microfoon. En dan als het slot af is, dan verklaar ik het voor open. We hebben het van de leuker. Een groot slot. Kijk eens even. Hij is over. Hij gaat er vanaf. En hier zijn we. Van Harald Dier. En ze krijgen natuurlijk allemaal aan Koninkje Kubbels. Maar we gaan natuurlijk even proosten met z'n allen. Dit zijn de beste mensen van dit jaar 2030. Harald Dier. Onze vrienden. Dus let's go! Julius Jaspers, de losse deft, 2-4 dagen van Haarlem. En aan de slag nu, hè? Gratis proeven hier ook.